Goedenavond allemaal, KSK Heist, ASV Geel, geëindigd op 2-2. Ik heb bij mij de doelman van KSK Heist, Niels Stroopans, die ik enkele vragen ga stellen. Niels, vandaag zowat de laatste kans zeker om nog proberen deel te nemen aan de eindronde. Mijn 2-2 resultaat is dan niet echt gelukt, alhoewel dat Deinze ook maar 1-1 gespeeld heeft. Hoe kijk jij ernaar? Ja, ik vind het vooral een gemiste kans eigenlijk vandaag. Zeker als je achteraf ziet dat Deinze ook gelijk speelt. Eigenlijk. Als we vandaag gewoon winnen, dan kunnen we de kloof terug verkleinen. En dan doen we terug volop mee. Maar er zijn nog maar 6 punten verdienen. Dus het gaat sowieso altijd moeilijker worden om er terug bij te geraken. Dan hebben we nog 2 matchen. Maar ik vind gewoon, vandaag hadden we die match altijd moeten winnen. Ook als je ziet de manier waarop dat we vandaag... Ik vind dat we te gemakkelijk die 2 goals slikken. En ook, we hebben ook kansen op de 3-1. En spelen ook niet... Niet heel goed uit, maar dat is dan voetbal. Maar ik denk gewoon dat we een beetje vermoeid zijn en in een dip zitten. Op de slechte moment vooral. Maar ja, het is gewoon echt. Ik ben wel echt ontgoocheld, omdat ik had er echt wel nog op gehoopt. En ik geloof er ook nog in. Als je ziet vandaag ook, zoals ik zeg, Deinze speelt dan ook nog gelijk. Dus het zat er allemaal nog in. Maar ik denk dat nu wel eigenlijk heel moeilijk wordt om nog in die play-offs te geraken. Ja, met nog 2 wedstrijden, maar ja, proberen 6-6 nog te halen. Dan. Ja, we gaan proberen het beste eruit te halen en proberen het seizoen schoon af te sluiten natuurlijk. Maar ik denk dat iedereen een beetje, het is een lang seizoen geweest, we hebben al veel gegeven, we hebben al schoon match gehad. En ik denk dat we beginnen nu op een slecht moment eigenlijk in een dip zitten wanneer dat eigenlijk de prijzen worden uitgedeeld. En dat gaat ons zuur te staan komen, denk ik. Ja, er wordt gezegd, vele mensen zeggen toch, het seizoen is al geslaagd. Is dat voor jou ook zo of kijk jij er toch anders naar? Ja, ik vind gewoon, we staan een heel seizoen op een play-off plaats. En dan als de prijzen daar zijn, dan vallen we daaruit. En dat is wel een beetje zuur, want je hebt er een heel seizoen eigenlijk voor gestreden, voor daar bij te horen en dat te spelen. En als je dan op het einde dan nog weggeeft, is dat toch wel als voetballer. Je hebt een persoonlijke ambitie en je probeert altijd zo hoog mogelijk te eindigen en zoveel matches te winnen. Dan vind ik dat toch wel een beetje ontgoochelend, om het zo te zeggen. Maar je kunt niemand niks verwijten, we doen ons best. En inzet, daar ligt het niet aan, maar het is gewoon, ik denk dat we missen ook een paar spelers zoals Stieg en zo. Dat zijn allemaal mannen ervaring. En je ziet dat ook van achter, de organisatie is wat minder. En dat zijn belangrijke dingen op een cruciale moment die we nu niet kunnen brengen zoals het eigenlijk zou moeten. Even over jou. Jij bent verleden seizoen, halfweg seizoen, titularis geworden bij KSK Heist. Toch wel een beetje een droom voor jou die uitgekomen is? Of hoe kijk je naar die periode? Ja, voor mij was dat... Ik had dat nooit niet... Op die moment had je dat nooit niet verwacht, maar... Ja, ik ben er een beetje toevallig ingekomen. Ik vind wel, vanaf dan aan heb ik toch wel mijn streng kunnen trekken, om het zo te zeggen. Maar ik vind dat ik niet slecht doe, maar ik vind dat was voor op die moment... Was dat voor mij, ik weet mijn eerste match nog, was ik doodnerveus. Ik kan me dat nu niet meer voorstellen, maar dat was voor mij een hele ervaring. Ik ben nog altijd fier omdat ik dat kan hier spelen en dat kan allemaal kan meemaken. Want ik had nooit meer gedacht dat ik op mijn leeftijd nog op dit niveau ging kunnen spelen. En ja, ik probeer me elke match zo goed mogelijk te bewijzen. En ja, ik hoop dat ik daar een beetje in slaag soms. In de rand van het voetbal gebeuren, zijn het voor jou ook drukke perioden geweest? Mooie perioden hopelijk, of misschien juist slapeloze nachten? Vertel. Ja, het is wel even een vermoeiende periode geweest nu. Maar ik ben pas vader dan. Maar ja, het is nu terug 's nachts opstaan en zo. Maar de dag voor de wedstrijd pakte mijn vriendin natuurlijk wel die nacht op haar. Ik dan een nacht kan doorslapen. Maar daar moeten we even door. We wisten dat. We hebben al een zoontje, dus we wisten wat het was. Dus... ja, we moeten daardoor en dat ze even een half jaar afzien en dan kunnen we... Geniet er toch maar van. Om dan nog even terug te keren naar het voetbal. Het seizoen bijna ten einde. Ben jij volgend jaar ook doelman van KSK? Ja, ik heb mijn contract verlengd voor 1 jaar bij KSK. En dat vind ik... Ik ben hier graag, de groep is goed, ik voel me hier goed, dus waarom niet? Oké, Niels, dank u wel en nog fijne avond. Ja.